En hallo mensen, tof we kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney en ik ben hier vandaag in de Quartermaster. Zoals jullie zien, hier zijn er nieuwe weapons even available bij de Quartermaster. En in het tweede tapje zien we een paar voorbeelden van dingen die er zijn. Er zijn zoals jullie zien bovenin nieuwe camo's, er zijn nieuwe accessoires, nieuwe wapens, twee stuks en nieuwe pakjes. En er is van alles nieuw. Even als voorbeeld, want ik kan hier wel wat laten zien. Hier hebben we dus de RVN. Daar hebben we dus inderdaad een common, een rare, een legendary, een epic variant. En dan gaan we door. Hebben we natuurlijk nog een tweede wapen, zoals ik zei. Epic, een nieuwe weapon, niet een weapon. Hebben we hier nog een UM, een UOM. Ook te krijgen, alleen maar uit Quartermaster. En dan hebben we ook nog een nieuwe een nieuw melee weapon, de Axe. Nou, die kennen we natuurlijk wel van Black Ops 3. Maar ja, hij is terug in een epic variant die we kunnen krijgen. En die kan ook gewoon, moet ik het even opzoeken. Waar stond dat? Volgens mij hier. Ja, hier staat hij. Ja, je kan hem eigenlijk helemaal uit zijn plaat op krijgen. Dus die moeten we proberen te krijgen. Die lijkt me super tof. Deze hebben we nog niet. Deze zou ik heel graag willen hebben. Dus de X zou ik heel graag willen. Die lijkt me super tof. Deze moeten we even unlocken. Of we krijgen hem of weet ik veel wat. We kijken wel even wat het ervan komt. En dan hebben we natuurlijk ook nog deze. Dit is de nieuwe Assault Rifle. Die mij persoonlijk... Hij doet me heel erg denken aan de type 2. Als we heel eerlijk zijn. Laten we even kijken. Kijk. Je ziet die overeenkomst. Ik zie het wel. Dus ik denk dat het heel dat hij hetzelfde wil als type 2. Ik heb hem niet meer gespeeld zoals jullie zien. Maar vandaag gaat het vooral om de supply drop opening. Dus ik heb voor vandaag 3 common supply drops. En 361 keys. Dat betekent dat wij vandaag 15 pakketjes gaan openen. Maar wij te beginnen bij de common supply drops. Dus we beginnen bij supply drop 1 natuurlijk. En ik hoop heel erg, ik heb hier even op gewacht, omdat ik dacht dat er nieuwe wapens zouden komen, dat we wat nieuws krijgen. En dit is dus een beetje goede gescheid, maar het is en blijft gratis, want we hebben die gratis gekregen van Call of Duty, dus hartstikke bedankt. Dit is niks, dit is ook niks, dit is ook, ja, die is nieuw. Nee, die is niet nieuw. Die camouflage. Nou, gaan we naar de derde, dan zijn we alweer 3 verder. Die is niet nieuw, die is, ja, twee, nou, weet je, oeh, een Mark II DCM8, dat is een shotgun, ik gebruik die eigenlijk nooit, maar altijd nice. Gaan we verder naar de supply drops, dus de rare supply drops. Ik hoop dat die al beter zit, want de rest was uiteraard gewoon common. Had ik die al? Het is wel een legendary, maar volgens mij heb ik die al. Nee, oh die is nieuw, nou top. Onze eerste legendary is in dit geval dan al binnen. Ik gebruik niet veel snipers, maar weet je, het is altijd prima voor mij. Oeh, die is tof. Hé, hey, kijk. Kijk, daar gaan we al. We hebben dus, even kijken, we hebben een nieuwe calling card. Seagulls. Ik vind hem best wel tof, dus ik zet die aan. Dank je. Equip. En dan hebben we hier natuurlijk nog een nieuw wapen rechts. Dus de RVN. Dus we hebben de common variant. En dan gaan we even kijken wat dat precies inhoudt. Want ik heb het zelf nog niet gekeken. Ik zag alleen dat er nieuwe wapens er waren. En ik dacht, ait. Dus we gaan door. Oeh, die is ook nou die lastige variant. En nog een Mark II. Ik ben best wel. Dus weet je, het is een blijvend common. Maar het is een NV4. Mark II. Dus dan kan ik gewoon met NV4 spelen met extra punten. Dat vind ik sowieso nice. Gaan we doen in de volgende. Wat hebben we nog meer? Niks. Ook niet. Omi. Ja, Omi Rare. Weet je, ik vind dat niet. Ik gebruik geen Omi. Dus laat dat maar gewoon even zitten waar het is. Die melee is wel heel tof. En dat zijn er, ja, ik heb hier niet heel veel aan. Maar ik vind die melee camouflage wel heel tof. Gaan we door. Zijn we alweer heel wat keys verder. Die heb ik heel lang voor gespaard. Dus oeh, lekker. Ook een common. De UM. UOM Fleet Handgun. Ik ben eerlijk gezegd heel erg benieuwd naar dat wapen. Omdat ik eigenlijk gewoon geen idee wat ik ervan kan verwachten. Het staat bij handguns. Maar toch vind ik het meer een S. Vind ik het meer een soort submachine gun. Maar we hebben hem in ieder geval. Dus volgens mij hoef ik hem niet meer, niet meer vrij te spelen. Want ik meen dat je hem moest vrij spelen met... wat was het? Volgens mij moest je 200 kills maken met een handgun. Dat had ik net gelezen. Met een met een soort van bijvoorbeeld accessoires van een omdat je prestiged. En optik dus gewoon een extra ander zoekpuntje. Dus die is tof. Als ik die al kan gebruiken, hoef ik dat in ieder geval niet meer te doen. Gaan we door. Wat hebben we nog meer? Nee, niks. En die heb ik ook nog 10 keer die middels. Dan ben ik vanaf dat ik die al heb. Dus ja, zie. Gaan we door. We hebben ondertussen nog 121 keys. Dus het gaat een beetje hard. Want hier is best wel hard voor gewerkt. Maar oeh, de Warfighter Whiteout. Die vind ik wel tof, die dat hoofdje. En 100 salves erbij is altijd welkom. En besef even, ik meen dat ik iets van 700
zoals ik zei aan het begin van deze video. En we hebben nu al 1100. Dat gaat super lekker. Dat gaat gewoon lekker snel. Dus dat is super top. Dus dit is niks. Dit is ook niks. En oeh, volgens mij heb ik deze al, die FTL. Ja, zie. Dan krijg ik toch 60 salvage. Dus ik vind het hartstikke prima. Gaan we door. Nog eentje. Dit is niks. Dit is ook niks. En oeh, nou. Ik weet het niet. Ik gebruik dat soort dingen nooit echt. Maar oké. Okay. Oeh, 61. Dan gaan we nu door naar de 31. Hebben we nog twee met deze. Oeh, die had ik echt volgens mij. Oeh, kijk. De Titan Scout. En die heb, zie je, die heb ik al. Krijg je een nieuw wapen. Krijg je een common variant. En die heb je dan al. Dat is wel een beetje jammer. Maar we hebben wel een epic Titan Scout. En ik meen zelfs dat ik deze al had. Dat ik deze al heb. Maar dan in de Mark 2 variant. Maar dan moeten we zo even kijken. En voor de laatste supply drop gaan wij natuurlijk naar de laatste season. Dat is... Oeh, ja. Oh, ja. Yeah. Kijk. Ik zal jullie dit even heel kort uitleggen als ik dit nog nooit gedaan heb. Maar de eerste, dus de slime submachine gun camo. Die wil ik al heel lang hebben, omdat ik de slime camo wel heb voor de launchers. Maar ik gebruik nooit launchers. Maar ik vind het wel heel tof. Dus ik hoop er eigenlijk om voor de, of voor submachine gun, of voor Astral Drive. Nou, submachine gun is altijd prima. Dus wat we gaan doen, ik kan jullie sowieso laten zien dat we hier, nou dan hebben we deze nu, dus we hebben dus deze commons hebben. Dus we hebben weer alle commons, want ze hebben ook een rijtje weggehaald. De rare is nog niet, de legendaries en de epics allebei nog niet. Waarvan ik deze overigens wel heel erg uit vind zien als een soort sniper, maar oké. Okay. Laten we kijken wat we allemaal nieuw hebben gekregen. Gaan we even dit dingetje erbij pakken, nou, we hebben in ieder geval de nieuwe NP4. We hebben wel heel veel nieuwe dingen hier. Dus de Mark 2 variant, super chill. De rest hebben, weet je, heb ik gewoon een beetje bijna elke variant. Hier is niks nieuws verder. Dan hebben we nog deze. Gaan we naar de RPR. Ook een... Oh, deze is nieuw. Deze is nieuw. Oh, lol, er zijn dus drie rares. Oh, wist ik helemaal niet. Oké. Okay. En dan, dit, hier is toch niks meer? Oh, tuurlijk. Oh, ik had hem helemaal over het hoofd gezien. Ja. Nou, de common variant van de RVN. Ik moet nog een beetje wennen die naam. Dus ja, ik vind persoonlijk wat er aan toevoegt, vind ik niet heel erg bijzonder. Maar het is en blijft een common. Dus er staat ook bij dat als je driehoekje houdt, dat die naar melee mode overgaat. Ik moet nog even kijken hoe dat natuurlijk werkt. Dat staat nu alleen in melee mode. En er staat nog wat informatie bij, maar ik weet niet precies wat het inhoudt. Dus gaan we naar kijken. Maar dan gaan we door. Dan hebben we ook nog de LMG's. Nou, we hebben hier in ieder geval, even kijken, een nieuwe common variant van de Titan. Ik gebruik de Titan eigenlijk nooit, dus oké. Okay. Dan hebben we hier nog deze. Hier, kijk. Dan hebben we dus de Titan Scout hebben we net gekregen, de epic variant. Maar hier heb ik de Titan Scout ook al, maar dit is de Mark 2 variant. Dus ik denk eigenlijk dat ik deze nooit ga gebruiken, omdat ik Mark 2 heb. Dat brengt toch net even iets meer XP, weet je. Dus dat gaan we toch, dat, ja. Maar oké. Okay. Hier is niks nieuws. Oké. Okay. Ja, ik had een nieuw ingestoken. Dit ding had ik dubbel. Dus. Maar dat maakt niet uit. Dan gaan we door. We hebben natuurlijk nog een nieuw dingetje van de Mark 2. Ik heb wel lekker wat Mark 2 gehad. Dat is wel lekker. Van de DMC 8 Overdraft hebben we nu gekregen. Mark 2 Increased Ammo. Altijd handig. En bij de Classic Wapens hebben we niks extra's. Dan gaan we door naar de Handguns. Want die hebben natuurlijk deze. Dus ik hoef nu, zoals jullie zien, de challenge niet meer te doen. Dus ja. We hebben wel stacks met dexterity. Dat als we out of ammo zijn, herladen we sneller. Ik vind hem er wel heel tof uitzien. Dus ik ga deze. Ik vind het wel jammer dat we het echt niet hebben gekregen. Maar weet je, je kan niet altijd alles hebben. We hebben wel veel goede shit gekregen. Dus ik ga deze wel bulden. Even kijken. Is hier al iets waar ik uit kan halen of het echt Astral Driver is? Want als ik zo kijk, vind ik het wel heel erg lijken op wat er op een Astral Driver kan. Maar, zoals jullie zien, het heeft een Akimo, dus het is en blijft echt wel een handgun. Want deze heeft Akimo, die heeft Akimo, die heeft, dus jullie kennen het. Maar dan ga ik er even laten zien wat ik bedoelde met die mooie, heb ik een Astral Driver gebeeld? Dit is niet echt, jawel, kijk. Hier, ik vind dit persoonlijk er heel tof uitzien. Ik heb het nu zo staan, maar dit is wel heel tof. Kijk, Erik, even nog een mooie smiley aan zitten. En dit hebben ze aangepast. Nou, dat hebben ze ook aangepast. Want ik weet niet of jullie het weten, per toeval, maar normaal was het, stond er bij de tabzone was het multiplayer, daarna was het mission teams. En daarna kwam Quartermaster en daarna kwam extra's. Dus deze twee
hebben ze omgewisseld. Want dan moest je eerst als die, had je die en dan deze. Maar dat maakt mij niet uit, want ik vind het eigenlijk wel chill. Dus ik vind het prima. Dus ja. Ik vind het goed. Ik vond deze supply op zo'n heel erg tof. Maar als jullie deze dan tof vinden, laat dan zeker even een blauw duimpje omhoog achter. We gaan sowieso, ik denk volgende week of ergens volgende week, gaan we zeker even spelen met zowel de RVN en de UOM. Dankjewel. Daar gaan we zeker even spelen. Ik ga er ook zelf even een potje mee spelen, dat ik zelf wel benieuwd ben. Maar jullie gaan het zeker zien. Ik hoop dat jullie op deze manier van deze video genoten hebben. Doe dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Geniet, abonneren en te reageren op mijn kanaal. En dan zou ik zeggen, hartstikke bedankt voor het kijken. Zeg ik laters, dag en doei.